van de zon. De nieuwe voorzitter van Speeltuin Victorie. Ja, vandaag de opening, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat we een nieuwe speelseizoen tegemoet gaan. Maar tegelijk een wisseling van bestuur. Twee bestuursleden zijn afgetreden en die blijven wel betrokken bij de speeltuin. Wim en Truus. Want wie Speeltuin Victorie zegt, zegt Truus. En wie Truus zegt, zegt Speeltuin Victorie. Jarenlang, dus ja, die kunnen niet zomaar ermee stoppen. Want dan zou heel veel niet goed gaan. Dus alleen de voorzittershamer is overgedragen aan mij. En nou, daar hebben we vandaag ook aandacht aan gegeven. Zit er mogelijkheden in dat het wat gaat veranderen? Of zijn jullie gewoon zo tevreden? Het moet gewoon zo doorgaan. Nou, op zich zijn we gewoon heel tevreden dat de speeltuin gewoon heel goed draait. Er komen dus heel veel kinderen, we hebben heel veel leden. Dus dat moet vooral doorgaan. Truus had toen aangegeven, al jaren ik wil stoppen, maar er is niemand die mij op wil volgen. En het, ja, het ging aan de hart dat het mogelijk de speeltuin zou moeten sluiten. Vooral, het moet doorgaan. Het draait gewoon heel goed, heel leuke activiteiten. Dus ik wil inzetten dat dat vooral doorgaat. En natuurlijk als het bestuur wisselt zijn er altijd veranderingen. Er zullen heus wel dingen veranderen. Maar wat die precies zijn, ja, dat kan ik moeilijk zeggen eigenlijk op dit moment. Dat weet ik ook niet zo goed. Nee, waar komen de kinderen allemaal vandaan? Nou, die komen vooral hier uit de buurt, uit de wijk. Maar ook uit Dordrecht, uit alle andere wijken komen ze vandaan. Ja, we hebben rond de 500-600 leden hebben wij. Ja. Thank you.
Goedemorgen, ik ben van Dordt Centraal. Ja. En ik wilde eens vragen, wat vind je nou van deze speeltuin? Zo. Lekker plekje. Ja, lekker plekje. Ja. Alles is heel gezellig. Je komt al jaren hier? Ja. Wat is het nou anders als andere speeltuinen? Want dit heeft toch een speciale sfeer, vind ik. Wat heeft het anders dan andere speeltuinen? Laat ik het anders zeggen. Ja, heel de buurt komt er, hè? Dus, ja, iedereen komt er dus van scholen en... Gelijk een sociaal contact. Ja. Dat ook wel, ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Komt goed, dankjewel.